denk dat Den Haag een heel mooie balans heeft in goed aanbod van allerlei verschillende kunstdisciplines. Naast nieuwe ontwikkeling, maar ook zeg maar de oude meesters die hier in Den Haag te zien zijn. Per discipline, dat is dans, theater en schilderkunst, zijn er 2 juryleden en die laten zich inspireren door mensen uit hun discipline die in de stad Den Haag of de regio Den Haag werkzaam zijn. Daaruit halen ze een longlist en dat kan variëren van veel tot wat minder veel mensen. En vanuit daar is iedere jury, kiest daar een shortlist uit van 3 genomineerden en ja, die wordt voorgesteld aan elkaar. Het is heel leuk hoe de jury onderling communiceert, want het is natuurlijk heel anders als jij uit dans komt of uit theater of uit schilderkunst. Dan kijk je heel anders naar de andere discipline. Daar heb ik al gemerkt in gesprekken en in de vergaderingen dat we ontzettend veel van elkaar leren. Dat we elkaar ontzettend inspireren. En ja, er is een groot verschil bijvoorbeeld tussen schilderkunst en theater. Daar is de leeftijd voor een artiest die zich aan het ontwikkelen is veel hoger dan bijvoorbeeld in dans. De jongste genomineerde dit jaar is zelfs 16 jaar, maar die komt dan ook uit de discipline dans. Want voor dans ben je als dertiger alweer oud. Dus dat is ook heel interessant om vanuit die visie te gaan kijken naar een andere discipline. Wanneer begint iemands ontwikkeling en wanneer is iemand op zijn hoogtepunt?